Als jouw opponent in een discussie of een debat een fout maakt, wat is dan de beste reactie? Stilte. Een lange stilte. Tijdens de verkiezingen van 2010 werd voor het eerst het Carré-debat georganiseerd. Een debat waar we als debatinstituut heel trots op zijn, omdat wij zelf het format bedachten voor het debat en heel intensief betrokken waren bij de voorbereiding. Maar in dat debat is één fragment blijven hangen en dat is dit fragment wat je zo meteen gaat zien. Welke drie partijencoalitie is wat u betreft het beste voor onze economie? En u dacht dat ik dat hier ging zeggen? Ja. Het is een goede vraag, maar ik ga over de antwoorden. Ik zal dit erover zeggen. Als wij Nederland door deze moeilijke periode heen loodsen, dan zul je de moed moeten hebben om te hervormen, verantwoord hervormen, om de zaak financieel op orde te krijgen. En dan moet je niet een beleid kiezen waarin je de zaken vooruitschuift, zoals de PvdA doet, of kilsaneert als de VVD. Maar meneer dus Balkenende, het CDA liefst zo groot mogelijk. Ja, dat kan ik. Dat is toch helder? Dat is heel helder. Maar het is toch niet zo'n gekke vraag. Ik vraag u niet welke u wilt, ja, maar welke het beste is. Ja, maar ik ga zeker voor de verkiezingen. Is het zo dat je eerst het woord laat aan de kiezer zelf. De We partijen zeggen dat het de belangrijkste onderwerp, ja, is. Maar het is wel zo dat op het ogenblik de kernvraag zal zijn: welke partij is in staat om Nederland door deze moeilijke fase heen te loodsen? Er is zoveel te doen. Maar en weet dat, u welke partij het beste is voor de economie? Ja. Ja. Maar ik noemde een driepartijencoalitie. Weet u het? Ik weet welke partijen willen hervormen. Ik heb ook aangegeven dat je soms ook kunt doorslaan. En waar mij nu om gaat is dat wij een beleid voeren dat Nederland sterker maakt, dat banen worden gecreëerd, dat we de overheidsfinanciën op orde krijgen. Dat is de agenda wat om gaat. En ik hoop ook dat mensen die vraag zich zullen stellen als straks op 9 juni het stemraad. Welke drie partijen, meneer Balkenende? U kijkt zo lief. Oké. U garandeert. Drie dingen die je eruit kunt leren. Allereerst, als je een goede vraag stelt en daar komt geen antwoord op, en dat is wat Marielle Tweebeke hier doet, hou dan vast aan die vraag. Stel hem gewoon nog een keer. En desnoods nog een keer. Want je kunt zien in dit fragment hoe ongemakkelijk het wordt voor degene die die vraag niet wil beantwoorden. Tweede wat je van dit fragment kunt leren, is dat je natuurlijk moet oppassen in je beantwoording dat je niet denigrerend wordt naar degene die jou de vraag stelt. De opmerking van Balkenende, u kijkt zo lief, is natuurlijk niet erg professioneel. Je merkt dat ook aan de reactie in de zaal. Het is enigszins denigrerend naar Marielle Tweebeke. Maar wat ik zelf eigenlijk het mooiste aan dit fragment vind, is de reactie van Marielle Tweebeke. Want wat doet zij nadat Balkenende dit gezegd heeft? Ze doet even niets. Ze laat een stilte vallen. En daarmee maakt ze de fout van Balkenende nog groter. Ze laten de zaal en ook de miljoenen mensen thuis even beklijven, even laten nadenken over wat Balkenende net gezegd heeft, voordat zij weer doorgaat met de volgende vraag. Kortom, de tips die je hieruit kan afleiden zijn er drie. Als je een goede vraag hebt, hou eraan vast. Wees nooit denigrerend naar jouw opponent of degene die de vraag stelt. En ten derde, als jouw tegenstander een blunder maakt, laat dat dan even rustig in stilte beklijven. Vond je dit nou interessant en informatief? Abonneer je dan op ons YouTube-kanaal. En dat kan hierboven.